Hey, welkom bij It's My Drive. Ik ga nu naar Vrooms Hoop, naar autoservice Heckman. Daar heb ik namelijk afgesproken met Robert Fokkert. Robert heeft geregeld dat hij zo meteen in Hoogeveen een DAF kan ophalen. Ik mag hem dan rijden. En die DAF gaat vanavond versierd worden voor de verlichte truckrit Twenterand. Die is morgenavond, 15 december 2018. En vorig jaar heb ik daar ook mee mogen rijden. Dat was toen een ontzettend leuke en bijzondere ervaring. Helaas ben ik er morgen zelf niet bij, omdat ik naar Den Bosch ga, naar het Mega Trucks Festival. Keuzes maken. Maar ik kan dus wel vandaag erbij zijn. En ik ben heel benieuwd hoe dat versieren gaat en wat er allemaal bij komt kijken. We gaan in ieder geval een leuke middag ervan maken. Een leuke avond en er vooral van genieten. Hey, harde werkers. Hey. Ja, vind je hem leuk? Ja, ik vind hem leuk. Working my ass off like Santa. Past wel, hè? Ja. Zo, kleintje. Je hebt mazzel. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, goed. Vandaag een nieuwe taak. Wat dan? Stikketjes eigenlijk. Eén taak, ja, oké. Okay. Maar dat kan jij wel. Ja, ik probeer het. Het is wel aan jou toevertrouwd. Ja, want ik moet die camera zo ontzettend hoog houden om jou in beeld te hebben. En dan ben je zelf nog wel aan het. Ja. En wat is het plan? Ik denk dat wij zo meteen naar Hoogeveen gaan, die auto halen. Mm-hmm. Ja, gaan we zelf de auto halen, want ik heb een jaar opgereden. Ja, die blauwe demo weer? Ja. Leuk. XR, was het een super space cap trouwens toen, hè? Nee, space cap. Space cap. Wat dacht je? Ik kan me niet echt zo goed herinneren. Ik heb vorige keer ook niet gefilmd. Nee, maar hier was dat genieten. Hallo. Ja, dat wel. En nu ook hoor. Ja, pret-ovies. Dat is echt mooi. Net na de rit hier dat je dan uit de auto stapt, toen hebben ze je op de foto gezet. En dan kijk je gewoon in die camera, ja joh. Echt waar zo'n zijn blik. Die foto's? Die staan gewoon op de site. Oh. Nou, zoeken we er even bij. Het is het mooiste wat er is. Wat maakt het voor jou dan zo mooi? Het mooiste stuk is gewoon frisse veen. Tussen al die autootjes doorrijden. Ja. Zie je al die raam, zie je één auto, oud mensje staan. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Daar doe je het voor. Die zie je genieten. Ja. Dat is de kerst weer in het dorp brengen. En dat vind ik mooi. Ja, ik wou zelf dat niet mee rijden, maar ja, het is niet anders. Hoezo rij je niet mee dit jaar? Verkeerregelaar. Oké, dat is belangrijk. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Maar vorig jaar natuurlijk dan ook. Stond ik ook aan het spoor. Ja, precies. En toen mocht ik rijden. Ja! Ja! Maar ik kan me wel niet over voor de medemens. Oh, wat een schatje. Je gaat auto aan. Hoi. Hoi. We gaan auto aan. Ja. Oh, je bent in Twente. Nou niet meer. Nee, nu niet meer. We zitten zwaar in Salland. Toch? Ga gewoon genieten. Niks moet, alles mag. Dat vind ik gewoon leuk. Daar hou ik van. Dat maakt het leuk. Zoals nou ook. Vorig jaar heb jij genoten. Nou, dat is een reden dat ik zeg. Dat vind ik echt heel lief. En dat je me de kans geeft om nu dit te doen. Nou ja, ik weet dat jij dat leuk vindt. Dus ja, die auto moet toch deze kant op. Dus ja, wat maken wij nou uit? Vind jij dat niet leuk dan? Nee, ik rijd heel dag op een vrachtwagen. Dat interesseert mij niet. Hoe lang organiseren jullie dit nu al? Het is derde jaar. Ja. Ja, echt zonder gekheid. Hoeveel auto's rijden er mee? 35 geloof ik. En dan hebben we dit jaar wel de politie, brandweer en ambulance ervoor aanrijden. Mm-hmm. En de wensambulance kan nog weer. Ja, oh, goed zo. Hoe is het ontstaan? Ja, in café. Bij Roy en Bas. Roy is best wel creatief in zijn copy. Die heeft ideeën en ja, nou, dan komt het er op een gegeven moment uit. En dit is dit ook begonnen. Van, joh, god, is dit niet leuk? Staat we dit doen, of we dat doen? Ja, proberen. Dan krijg je een telefoontje van, lijkt je er wat? Kan je er een keer bij komen zitten? Oh, ja, was wel. En voor dit weten. Dan is het ja, dan wordt eerst de rust gereden, ja. En dan weet je niet wat je moet verwachten, maar ja. De eerste auto de bocht opzetten en dan is het al snik. Oké, dit wordt gaaf. Mm-hmm. Achterliggende reden is gewoon om toch een beetje kerstsfeer in het dorp te maken, wil. Mm-hmm. In de gemeente, laten we het zo zeggen. Gemeente Twente dan? Ja. Mm-hmm. Dat maakt het gewoon leuk. We proberen zoveel mogelijk langs de bejaarden te rijden. Even op neerbieden gezegd, maar ja, door de centra.
En ja, om die echt een extra kerstspirit te geven. Is het dan ook zo dat je elkaar eigenlijk daarin wil overtreffen in hoe de truck versierd is? Ja, dat is wel een beetje, ja, ik denk wel dat dat wel een beetje meespeelt. Maar de reguliere terugrun is het overdag. Dan zie je ook van alles. Als je nou in die auto zit, heb je vorig jaar zelf ook gezien. Je ziet niet alles. Nee. Het is donker. En met alle muziek en alle lampjes. Juist. Het dingetje. Het is gewoon donker. Ik kan me herinneren dat ik ook nog zo'n installatie achter op had. Ja. Hè? Dus als je ziet wordt hier achter mij nog hard gewerkt om de trucks klaar te maken voor de verlichte truckrit Twenterand. Morgenavond, zaterdag 15 december 2018, gaat het hier gebeuren in Vroomshoop en de omgeving. En het wordt ongetwijfeld weer genieten.